Edward Sturing, assistent-trainer. En Ruimond van der Gouw, keeperstrainer van Vitesse. Uh, welkom. Dankjewel. En uh, Richard van der Malen en Sanne Maas van der Brink, onze verslaggevers. die uh, gisteren ook bij waren in de kuip. Die, uh, die zitten erbij. Want die hebben meer verstand van voetbal dan ik. zal ik meteen maar uh, erkennen. Uh, ja, die Bekerfinale. Lekker geslapen, Edward Sturing? Nou, ik moet zeggen. ik slaap wel eens beter. Na een wedstrijd is het altijd wel uh, moeilijk slapen. Dan zit je nog een beetje vol met adrenaline. En uh, meestal de, de avond daarna slaap ik beter. Maar dat zal vanavond ook niet op tijd zijn, denk ik. Dus uh, het nou, zal morgen dat, wel uitrusten worden. Er gaan wel een paar slaapmutjes in, denk ik, op de markt. Uh, ja, vanmiddag. dat denk ik wel. Ja. Ja, dat gaat wel gebeuren. We ja, zitten met Ruimel van der Gouden? Die kijkt er ook nog redelijk monter uit zijn ogen, moet ik zeggen. Nou, ik moet zeggen, ik ben net uit bed. Uh, <laughs> <laughs> ik heb, uh, wat dat betreft, uh, slecht geslapen. Weinig uurtjes gehad. Maar uh, dat was het wel, uh, wel waard. Ja. Hoe gaat dat als dat fluitsignaal dan geweest is? De, de, de rest van die avond en, en dan die nacht in. Uh, wat, wat is jullie overkomen? Wat voor een douche is dat dan niet geweest? Ja, die ontlading is heel groot natuurlijk. Omdat je als club nog nooit een prijs hebt gewonnen. Ik, we hebben allebei samen 27 jaar geleden een bekerfinale gespeeld. Die hebben we niet gewonnen. En nu is die kans daar. Ja, als je hem nu weer laat liggen, weet je niet wanneer de volgende kans komt. En uh, ja, dan is die ontlading ongelooflijk groot. Niet alleen bij ons, maar bij iedereen in dat stadion die uh, Vitesse Mijn het is. Als het dan wel lukt. Ja, het ontploft er gewoon, hè? Ja, het ja. ontploft dan, ja. ja. Hoe ga je naar huis dan? Hoe, hoe zit je dan op die bank, Raimond? Op... Nou, als je denkt niet uh, om naar huis te gaan, maar. Uh, nee, maar ja, als, je, als je er dan eenmaal bent. <laughs> nee, het is gewoon. Uh, ja, het was uh, een wedstrijd wat niet uh, super was. En vooral onze eerste helft was, was matig tot slecht. En in de tweede helft ga je dat rechtzetten En uh, ja, als je dan tien minuten voor het einde scoort, ja dan ontstaat er iets. Dan is de, ja, de ontlading, uh, de vreugde, de spanning valt eraf. En als het uiteindelijk nog 2-0 wordt, dan weet je gewoon dat de wedstrijd gespeeld is. Ja, dan, dan zit je zo lekker op de bank. Dan zeg je, nou ja, nu mag het afgelopen zijn. Hup, we pakken die beken en uh, we gaan feest vieren. Ja, Richard van der Maders hingen aan jouw lippen gisteravond. Al die luisteraars overal uh, aan jouw lippen. die van Sander, die van Bart, laten we hier hoe jullie deden dat verslag. Ik zie ook popel om iets te vragen, volgens mij. Nou ja, was het inderdaad ruim je zegt van matige wedstrijd uh, gisteravond tegen AZ. Is dat dan inderdaad ook die spanning? Speelt die een, een grote rol? Nou, ik denk dat uh, de groep die we hebben, dat de uh, spanning zeker een uh, rol heeft gespeeld. Uh, de eerste helft hadden we tactisch uh, uh, ja, beter verwacht. Het liep niet zoals wij uh, eigenlijk uh, zouden hopen. En er werd niet direct goed op gereageerd. En dat hebben we gelukkig in de rust uh, recht kunnen zetten. Ja, en toen zag je ook dat de tweede helft beter was van onze kant. Want Edward, het was AZ dat vooral de duels won. Hè. Er was veel ruimte op het middenveld. Tweede helft kwamen jullie wel beter aan het voetballen. Um, hoe zag jij dat? Ja, de eerste helft stonden we denk ik veel te ver uit elkaar. Uh, als je dan uh, echt over het tactische gedeelte gaat praten... Mag even? De, de ja. linies stonden te ver uit elkaar. Waardoor de tweede bal, die hun, uh, hun speelde snel de lange bal. Vanaf de krul al, vanaf de keeper eigenlijk al. En alle ballen die ertussen vielen, vielen eigenlijk voor hun. En daardoor kwamen we eigenlijk helemaal niet in de wedstrijd. En uh, ik denk dat we van geluk mogen spreken dat we in de rust nog op 0-0 stonden. Dat we nog steeds in de wedstrijd zaten. Niet dat hun hele grote kansen hebben gehad, maar ze hadden wel een overwicht op het veld. Ja, in de tweede helft stonden we veel beter. Toen stonden we veel dichter bij elkaar. Toen konden we ook de tweede bal uh, spelen. Toen konden we ook duelleren voor de tweede bal. Want je kan wel duels willen spelen. Maar als je te ver steeds van de situatie bent. dan zul je ze nooit winnen. Zul je er ook nooit in komen. En dat deden we de tweede helft veel beter. Waardoor we toen wel aan het voetballen kwamen. En meer overwicht kregen. En ook meer op hun helft speelden. En voel je dan in de tweede helft ook dat het eraan zit te komen? Dat als er een goal valt. dan is hij voor uh, Vitesse. Want AZ werd eigenlijk niet meer gevaarlijk. Eerste helft wel, maar tweede helft eigenlijk nauwelijks. Dat gevoel had ik wel, ja. Met name omdat wij. Ook wisten dat uh, de zwakke plekken bij AZ zaten eigenlijk achterin. Voorin zijn ze goed, hebben ze veel kwaliteiten. Maar we wisten dat er achterin dat ze daar te pakken waren. Alleen daar kwamen de eerste helft heel weinig. En er kwamen we eigenlijk niet. En de tweede helft kwamen we veel meer op hun achterste lijn te spelen. Ja, en dan zijn ze kwetsbaar. En uh, dat is ook wel gebleken. En ja, dan moet je ook wel een beetje het geluk hebben dat je op dat moment een superspits hebt die uh, twee kansen krijgt en twee doelpunten maakt. Ja, dat is Ricky van Volswinkel. Die maakt ze dan uiteindelijk af. Sluwe, geslepen spits die dit seizoen super belangrijk geweest is voor Vitesse. Niet alleen in de competitie, maar dus gisteravond ook Rijmond. Ja, en die bal ook nog van de lijn gehaald heeft, hier, he? He Heel goed, zijn. Maarten. Ja. ja, in de tweede helft klopt. Ja, kijk, uh, ja, is denk ik gewoon uh, een hele belangrijke schakel geweest voor ons. Um, Jarik heeft natuurlijk een Vitesse verleden, maar hij brengt ook een stukje ervaring. En hij is ook een, uh, een stille leider eigenlijk. En uh, nou, het, het mooie ervan is dat hij dat helemaal bewezen heeft in de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. Ja. Zijn jullie feestbeesten eigenlijk na afloop? jullie zijn vrij rustige, <laughs> nuchtere jongens. Inmiddels nee. al vijftigers. <laughs> ik krijg wel eens van mevrouw op mijn dat ik dan wat meer mag laten gaan eigenlijk. Ja? Dus uh, ik heb dat niet zo. Maar ja, zoals vanavond, daar zie ik wel naar uit. Dat lijkt me wel geweldig om het, uh, om het feest te vieren met, uh, ja, met het hart van de club. Dat zijn de supporters. En, en daar gaat het om. En dat lijkt me geweldig. Mm. Kun je dat vergelijken dat feestje met een of ander, ander feestje wat jullie ooit hebben gehad? Ja, we hebben gelukkig bij Vitesse ook nog wel heel veel feestjes gehad. We hebben natuurlijk Europees voetbal gehaald. Het mooiste feest vond ik nog steeds de promotie naar de Eredivisie. Ja. 1988, 1989. Ja, dat was in Arnhem geweldig toen we naar de Eredivisie gingen. Dat vond ik eigenlijk tot nu toe het mooiste feest. Ik hoop dat dat vanavond verslagen wordt dat feest. Ik wil nog wel even terug, heel gemeen hoor, naar, naar 1990. Oh, dat is niet gemeen. Bij de speler in die bekerfinale, eh, Psv niet ja. gelukt. Ja. Zijn jullie er al mee gepest vandaag? Door die jongens. Nee, van, uh, joh, zo, zo kan het ook. Nee, gelukkig niet. Uh, ik moet zeggen, van, nou, uh, er zijn niet veel spelers die uh, twee keer een uh, bekerfinale kunnen meemaken. Dus ik denk uh, dat het voor ons sowieso uh, al uh, heel fijn is om dat uh, mee te kunnen maken. Ja, een finale die kun je winnen en verliezen. Nou, wij zaten helaas aan de verkeerde kant, maar gelukkig hebben wij dat uh, gisteren uh, recht kunnen trekken. Ja, dan voelt het ook uh, als een overwinning. Ook al heb je zelf niet gespeeld, maar dan heb je wel een heel belangrijk aandeel erin gehad. En hoeveel hoeverre had dat in je achterhoofd gisteravond voor die wedstrijd begon? Nou, ik wil heel graag winnen. Echt heel graag winnen. Beleef je hem intenser? Op de bank of als speler juist? Ja, ik vind hem als speler, dan beleef ik hem liever, moet ik zeggen. Ja, dat vind ja. ik. De spanning valt dan van je af als het fluitje jou klinkt. Dat heb ja. ik tenminste altijd. Die valt nu niet van je af. Je bent gewoon 90 minuten heel geconcentreerd. Maar je kunt eigenlijk heel weinig als je op die bank zit. Dus uh, dat maakt het wel eens moeilijk om trainer te zijn. Ja, daar dat kan ik me wel bij aansluiten. Ik had zelf het geluk dat ik dan nog even de warming op met de jongens uh, mocht doen. Dus toen viel er bij mij al uh, een groot gedeelte vanavond lekker op zo'n veldje. Mooi veldje, uh, vol stadion, mensen enthousiast. En ik dacht van ja, hier, hier gaat het eigenlijk om. Ja, ik dacht toen nog wel van, uh, ik had liever zelf gespeeld. Maar goed, uh, uiteindelijk is het uh, uitstekend uitgepakt. In het tachtigste minuut volgens mij stond het nog 0-0. Ben je dan ook al bezig met verlenging, Iloy room je bent keeperstrainer natuurlijk, eventuele hmm. strafschoppen. Dat spreek ja. je natuurlijk, denk ik ook, met elkaar heel uitgebreid door. Ja, we hebben, we hebben heel veel scenario's uh, doorgenomen. Uh, een van de onderdelen zijn dan de, de penalties. Het uh, andere onderdeel is de verlenging. Uh, wat doe je als er iemand een rode kaart krijgt? Wat doe je als, je, uh, uh, als de tegenstander een rode kaart krijgt? Dus uh, ja, we hebben heel veel dingen doorgenomen. Tot in het kleinste detail ben je voorbereid op alles? He? Ja, we zijn de hele week eigenlijk van 10 uur morgens tot 9 uur s avonds bezig geweest. Dus uh, om alles voor te bereiden, ook uh, als je voorkomt, uh, als je achterkomt, wat doe je dan? Als we hun een spits extra brengen, wat ze gisteren met Fred Friday deden, dat hadden we ook verwacht, wat doe je dan? Dus uh, ja, het, alle scenario's worden doorgenomen. Alle stilstaande situaties worden doorgenomen. De looplijnen van de tegenstander worden doorgenomen. Waar zit hun gevaar? Waar zitten onze kansen? Dus we nemen alles door. Uh, we spelen sowieso al uh, uh, zes wedstrijden Europees voetbal. Tegen drie verschillende tegenstanders. Ja, dat is denk ik al geweldig. Maar het is ook geweldig voor alles wat verder in de club functioneert: je opleiding, je scouting. Uh, het heeft niet alleen maar effect op, uh, op, op het eerste elftal. Het heeft effect op alle geledingen binnen de club. Zowel technisch als commercieel heeft het natuurlijk heel veel effect binnen de club. En daarom is zo'n winnen wel, uh, wel gigantisch. En daarom zei ik eigenlijk ook al: daar waren we eigenlijk ook wel een keer aan toe om, om zo'n prijs te winnen. Spelers willen ook liever blijven, denk jij? Ricky van Wolfswinkel, scorende spits, is altijd belangstelling voor. Kouram Kasia, toch ook een, een boegbeeld, de aanvoerder. Die zijn nu eerder geneigd. Ja, dat wil ik meemaken. Nou, dat heeft je ook al gezegd, na nou, de wedstrijd. Ja, ja. Ja, maar... spe spelers willen graag Europees voetbal spelen. Uh, de spelers hebben het ook heel goed naar hun zin in de groep bij ons. Dat is ook heel belangrijk. Uh, het, je bent ook een betere markt voor spelers misschien van buitenaf, omdat je Europees voetbal gaat spelen. Spelers die je misschien weer naar je toe graag wil, wil trekken en die dat ook graag willen. Dus, uh, en ik denk dat het ook nodig is. We moeten de concurrentie binnen die groep moet weer vergroot worden. We willen een stap verder. Ja, dat betekent dat iedereen nog harder moet gaan lopen en nog beter moet gaan spelen. Dat geldt voor voetballers, dat geldt voor de staf, dat geldt voor de hele club. Als wij eh, naar boven willen. Ja, dan moeten we harder werken met z'n allen. En dan moeten we stappen maken. Ruimond, nu is Vitesse jarenlang ook Hollywood aan de Rijn genoemd. Het is, ja. is jarenlang heel onrustig geweest rondom Vitesse. Er gebeurde ieder seizoen van alles: trainers werden eruit gegooid. Een karafracht aan spelers onder leiding van Mirab Jordania, de overname. Ja. Het is nu al onder leiding van Joost de Wit en ook Mohammed Allah. Is het eigenlijk al jaren vrij rustig. Veel. Trainers, jeugdtrainers, zijn uh, oudspelers van Vitesse. Nou, jullie zijn er natuurlijk in de staf ook twee hele goede voorbeelden van. Is dat ook een verklaring van het succes van dit moment? Ja, het is natuurlijk uh, stapsgewijs uh, gegaan. Ik kwam, uh, kwam bij Vitesse. Toen was er nog geen uh, trainerscomplex zoals we dat er nu hebben staan. Op Papendal. Ja, uh, Jorda Jordania werd, uh, werd de nieuwe eigenaar. En vanaf dat moment zijn er eigenlijk uh, iedere keer kleine stappen gezet. Uh, een van de dingen was dus dat het ontrustig werd. Uh, nou ja, ik heb bijna in het begin elk jaar een nieuwe hoofdtrainer gehad. Dus dat zegt ook wel iets. Uh, totdat Peter Bos kwam, die heeft er wat langer gezeten. Dus toen kwam je al in een rustig vaarwater. En uh, door die rust zie je dus ook uiteindelijk dat we een prijs hebben gewonnen. Dus het is gewoon heel belangrijk dat het rustig is. Jij zegt... Net uh, rust in de club, trainers die langer blijven. Ja. Je hebt de afscheid moeten nemen van Peter Bos. Dit jaar zijn jullie allebei samengewerkt met Henk Vreese. Uh, hoe belangrijk is zijn inbreng geweest dit jaar? Nou ja, zijn inbreng is duidelijk uh, heel goed en heel belangrijk geweest. Anders hadden we geen prijs gewonnen. Maar dat is een, een samenloop van omstandigheden. Uh, Peter Bos heeft iets neergezet <laughs> en daar is Henk op, uh, <laughs> op, op, op doorgegaan. En uh, ja, dan moet je ook een beetje geluk hebben dat alles uh, bij elkaar past. En het is een soort puzzel. En uh, die puzzel is gisteren uh, helemaal uh, afgemaakt. Ja, mooi puzzeltje. Ja, absoluut. Ja, <laughs> absoluut. Dat, dat, dat zie, je niet, uh, zie je niet vaak. Wij hebben het toen. Uh, <laughs> Toen wij kampioen zijn geworden in de eerste divisie met Vitesse, toen hadden wij ook een groep wat, wat heel nauw samenwerkte. Dat klikte met elkaar. En ze waren de spelers, waren de, de spelers vrouwen. Ik heb in een andere club gezeten, een nog grotere club, hadden wij ook zoiets. Dan dat moet alles in elkaar passen: echt een, in alle opzichten. Nou, en uh, dit jaar is dat weer zo gebleken. Nou, de voetbalclub, voetbalclub is natuurlijk altijd in een golfbeweging. Dat zie je bij alle voetbalclubs. Er is geen één club die van onder in een rechte lijn naar boven gaat. Alleen het probleem is, die golfbewegingen mogen niet te groot naar beneden zijn. Mm. En dat hebben we bij Vitesse wel meegemaakt. En uh, je moet kijken dat je stabiel blijft... Uh, en niet te veel uh, naar beneden wegzakt. En, uh, ja, we hebben wel in een situatie met Vitesse gezeten... dat we heel ver weggezakt waren natuurlijk. Dus, en dat is, dat is niet goed voor de ontwikkeling van een club. Ook niet goed voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld een jeugdopleiding. En uh, ja, dat moet je eigenlijk proberen in de toekomst te gaan voorkomen. Jij bent zelf ook uh, hoofdtrainer geweest. Je hebt natuurlijk jaren gespeeld. Een kind van de club. U bent nu weer teruggekeerd in de rol van assistenttrainer. Uh, je hebt ook uh, bij de jeugd gewerkt. Ben jij, want ik kan me voorstellen, er zijn momenten geweest in die onrustige periode, alles viel over Vitesse heen, dat, dat jij ook helemaal niet meer die, die trots had misschien als, als miste Vitesse. Ben je nu wel weer trots op, op Vitesse? Is dat, was dat weg en is dat nu terug? Ik ben altijd trots op die club geweest, moet ik zeggen. Uh, vanaf dat ik er begonnen ben, uh, ben ik daar altijd trots op geweest. En ik weet gewoon, uh, ook in hele moeilijke omstandigheden, dan moet je juist voor een club staan. Kijk, het is nu makkelijk om uh, een club te steunen en een club te supporteren. Maar het gaat erom dat je supporter en een club steunt in hele moeilijke tijden. En ik ben in hele moeilijke tijden ben ik ook hoofdtrainer geweest om, om te kijken om de club overeind te houden. Niet alleen ik, maar met een heleboel andere mensen. En dat is in die tijd gelukt. En op, op momenten zoals gisteravond denk je daar aan terug. En ben je heel dankbaar dat je, ja, dat je daar delen vanuit kunnen, hebt kunnen maken. En dat die club overeind is gebleven in die moeilijke periode. Ja, Die trotsen, daar zit het wel goed mee. Ik kreeg vanmorgen telefoon van mensen uit Dokkum. Mevrouw uit Harlem, die er rollator versierd heeft met geel-zwarte lintjes. En mevrouw Peters uit Nijmegen. Heeft, Heb je dit trouwens gezien? Heeft, heeft, heeft haar juichen. In Nijmegen. Heb je dit gezien? Ja, dat is die Dennenappel, daar moeten we het zo meteen nog eens even klein over hebben. Klein ja, zeker. Gelderland. Nou, heren, jullie horen toen een dikke jas aan uh, vanavond. Ja. Jullie hebben ja. natuurlijk sowieso allemaal een sjaaltje om. Dat nee. ja, gaan we <laughs> dat zeker was, nu doen, ja. Was, zou goed komen. En uh, misschien ook weer wat drank in de mannen Dan had je ook warm. Uh, Ruimond van der Gouw en uh, Edward Sturie, We hebben nog, nog heel even de tijd, Ruimond. Jij stond net met de, de replica van de KVB-beker uh, in je hand. En ja. jij was ja. aan het zeggen: Moet je kijken, dit is leuk. Wat, wat, wat was dat? Wat was ja, dat? goed. Uh, dit is uh, de dennenappel die wij uh, allemaal gisteren gekregen hebben. Als, uh, als herinnering. Voorzien, nou hij is eentje. nog best zwaar ook uh, trouwens. Voor, uh, voor, uh, ja, voor elke speler en uh, voor alle stafleden. En ik zag uh, de twee collega's naast mij, zitten zaten te kijken en te voelen van, wauw, uh, hij is best wel zwaar, ja. Ja, um, ja een uh, mooie, die, die komt bij mij mooi op een mooi plekje te staan, thuis als uh, herdenking. Dat lijkt me wel. Weet ja. je al een plekje? Ja, ik, moet nog even, uh, ik moet nog even een paar anderen naar de kant zetten. <lacht> Geintje. <lacht> okay, Edward Sturing waar komt hij, de derde appel, thuis? schoorsteen, denk ik. Huh? Ja, ik denk het wel. Ik het ook. Okay. Ja. Richard, je mag nog één vraag stellen. Ja, ik wilde eigenlijk <laughs> nog even met jullie uh, het hebben over Chelsea, de samenwerking Vitesse Chelsea. Uh, ieder jaar komen er nieuwe spelers vanuit Londen naar, naar Vitesse. Denken jullie houdt dit succes nu ook in dat er betere spelers naar Vitesse komen, zodat Vitesse misschien zelfs wel in de top drie volgend seizoen een rol uh, zou kunnen spelen? Of is dat te hoog gegrepen? Nou, ik, ik denk uh, wel dat het zo is dat het aantrekkingskracht heeft. Uh, je gaat Europees voetbal spelen. Uh, een speler van Chelsea wil graag op het allerhoogste niveau spelen. Nou, als je dan uh, naar Vitesse gaat en je gaat Europees voetbal spelen, zal zijn speler eerder die keus maken om naar ons toe te komen. Uh, er zijn genoeg andere clubs in Nederland die ook een samenwerking hebben met, uh, met een club. Maar ja, op deze manier ben je natuurlijk wel aantrekkelijker. Ik als speler zijn, dan zou liever naar een club gaan. Die uh, Europees voetbal speelt. Als ik met supporters praat, Edward. dan is het toch ook altijd een aantal. dat zegt van. Chelsea. Uh, moi, ik weet het niet. we moeten onze eigen jongens vooral uh, laten spelen. Ik heb het net al gezegd. jij bent een kind van de club. Hoe kijk jij eigenlijk daartegen aan? Want met Chelsea-spelers erbij. kun je misschien sportief nog hoger rijken. Aan de andere kant haalt het. Ook de ziel een beetje uit de club, zoals sommige mensen zeggen? Nee, dat vind ik niet. Ik, ik, wat, ik een beetje, wat ik een beetje irritant vind als mensen een vreemde naam horen bij Vitesse, dan komt die van Chelsea. En dat is niet zo. Heel veel spelers zijn gewoon van onszelf. We hebben volgens mij nu drie huurspelers van Chelsea. Nou, ik denk dat wij moeten gewoon kijken als club van, uh, naar onze scouting, naar onze opleiding. En we kunnen ook naar Chelsea kijken. Dus wij moeten kijken dat we van al die geledingen uit. dat we daar goede spelers krijgen. dat we een goed elftal neer kunnen zetten. En als dat met twee of drie spelers van Chelsea is. en met wat jongens uit onze eigen opleiding. zoals dat nu ook is hè, met Ricky van Wollerswinkel. Alexander Butner, Kevin Dix, noem maar op. zijn allemaal jongens uit onze eigen opleiding. Uh, dus, uh, plus wat we gescout hebben van buitenaf. Nou, als we uit al die drie geledingen. Uh, ons werk goed doen, dan kunnen we goed elftal neerzetten. En dan kun je ook... Uh, Chelsea-spelers kunnen ook je eigen opleidingsspelers beter maken. Dus je kan elkaar ook beter maken. Dus het een sluit het andere niet uit, denk ik. Eerst maar eens een feestje neerzetten. Dat Met me 15.000 supporters ja, op de markt in Arnhem. Ja. En dan uh, nog één ja. nachtje liggen woelen. En dan morgen misschien een keer een nachtje rustig slapen. Edward Sturing en, inderdaad, en inderdaad. Ruimond van der Gouwen. Ja. Dankjewel voor jullie komst. En ook uh, Richard van der Maan ja. en ja. Sander Maas van de Brink.